Welkom Nederland, mijn naam is Max van Krijveld, ik zit aan tafel met Erik Boomsma. Erik Boomsma gaat een korte lezing geven over de oorsprong, de ontstaan van alle problemen waar wij als samenleving mee te maken hebben. We weten dat er heel veel spanningen zijn, heel veel problemen zijn in de samenleving. Ik hoef maar alleen de horeca te noemen, wat daar allemaal in omgaat. Bejaarden die zijn overleden, maar alles heeft een reden, is mij geleerd als kind. En dat blijkt ook. Er is wereldwijd onderzoek gedaan en eh, Boomsma heeft dat nog eens dunnetjes over gedaan. En wij komen wel erg uit op één organisatie die in 1850 werd opgericht. En ik moet even spieken. Dat is Eugenics in Amerika opgericht. En eh, ja, je zou kunnen zeggen, het is, eh, daar is in die periode een masterplan ontstaan en het lijkt er heel erg op dat dat masterplan op dit moment wordt uitgerold. Om even een kleine hint te geven, de Tweede Wereldoorlog, wat we niet mogen vergelijken met waar we nu in zitten, leek nauwkeurig op wat er nu aan de hand is. Dus je zou kunnen zeggen, wij vergelijken niet met de Tweede Wereldoorlog, maar we vergelijken de Tweede Wereld met wat er nu gebeurt. Aan Erik Bonsma het woord. Erik, dankjewel. Ga je gang. Dank je wel. Ja, wat ik, um, wat ik uh, heb gedaan in de afgelopen tijd, dat is um, uh, nogal wat onderzoek. En um, uh, tijdens dat onderzoek ook naar die cijfers en ook vanuit de, um, de gedachte die bij mij op is gekomen. Van ja, waarom um, ondanks alle cijfers die aantonen dat er best wel um, erg veel ernstige bijwerkingen zijn van uh, de... Um, Prikcampagne die uh, uh, wereldwijd op gang gezet is. Uh, waarom uh, wordt daar maar mee doorgegaan? Uh, in, uh, in 2009 uh, werd door de FDA, uh, dat was toen uh, de Mexicaanse griep uh, er was, uh, toen werd er al ingegrepen nadat er 25 doden waren gevallen, die gerelateerd waren aan de injecties van uh, de vaccins. En um, in dit geval, en uh, dat zijn de cijfers van um, 19 oktober, hebben we het over een totaal aantal uh, doden wat er gevallen is van tegen een half miljoen. Um, en dat is dan bij uh, bijna 18 miljoen mensen die last hebben gekregen van bijwerkingen. Uh, dus ik ben, uh, uh, ik ben verder aan de slag gegaan om te kijken van ja, uh, hoe, hoe kan dat nou? Hoe kan er nou uh, zo uh, doorgegaan worden met iets wat zo destructief is voor de bevolking? En <coughs> um, vorige keer in de uitzending heb ik het gehad over um, Total Digital Control... Ik heb daarbij uh, laten zien hoe op dit moment in de wereld een, uh, uh, ja, een totaalplan wordt uitgerold onder de naam Great Reset of de vierde industriële revolutie of wat ze nu allemaal roepen is Build Back Better. Uh, maar feit is dat er een, uh, sprake is van een, uh, een enorme drang naar digitale controle van alle mensen op deze wereld. Ik heb jullie uh, de vorige keer ook deze meneer laten zien, uh, meneer um, uh, Augustin Carstens. En die meneer die, um, uh, is de uh, general manager van de uh, Bank of International Settlements. Um, die man uh, die vertelde ons toen recht in ons gezicht dat, um, ja, dat ze uit zijn op het invoeren van een digital currency um, en uh, dat ze ook uh, de technologie hebben om dat aan ons op te dringen. Um, Doel is dat ze totale controle willen hebben over het uitgeven van geld. Waar, waar mag je wel geld aan uitgeven, waar niet aan, um, uh, op welk tijdstip en uh, heb je überhaupt uh, nog toegang tot je uh, zuurverdiende geld? Waar ik nu naartoe wil. Um, dat is um, als bevestiging um, heb ik nu een, um, de minister van financiën van Engeland, meneer Rosny Sunak. En uh, die was vorige week um, was die in het nieuws uh, naar aanleiding van um, uh, de G7 uh, bijeenkomst. En uh, deze man die bevestigt hier dunnetjes wat ik de vorige keer al um, heb uh, beweerd over um, de, het streven naar totale controle, totale financiële controle. Laten we even naar deze meneer luisteren. Today I'm proud to say that under de UK's presidency The group of the world's seven most advanced economies, the G7, is launching a set of public policy principles for retail central bank digital currencies, CBDCs. Central bank digital currencies could be a digital version of money, a bit like a digital banknote that could be used alongside physical notes and coins. Unlike most of the digital money people use daily today, it would be issued directly by a central bank, like the Bank of England in the UK. And governments and central banks across the world are working together looking into what having a digital currency might mean in practice. This includes issues that people care about, such as ensuring users' money would be safe and secure, that it could work with other ways to pay, would be energy efficient, and available to everyone. A potential CBDC could offer businesses and consumers new ways to pay in the future. It's all part of the wider story of digital innovation that has delivered benefits to millions around the world and in the UK. The decision on whether to launch a central bank digital currency is for each country to make, and no G7 jurisdiction has yet made that choice. These decisions raise important questions about the reshaping of our economy, financial systems, and the way in which people interact with money and payments. That's why working together and careful evaluation with our international partners is essential. In the UK, earlier this year, I announced a new joint task force between the Treasury and the Bank of England to look into a potential CBDC as a complement to cash and bank deposits. We're also hearing from firms, technology experts, and others. Under the leadership of the UK, this report today. Will help support and inform exploration of CBDCs in the G7 and beyond. With these principles, the G7 is leading an important step change in the global policy conversation. The report covers a range of important matters such as financial stability, cyber resilience, energy efficiency, privacy, inclusion, and tackling illicit finance. These factors should all be considered when designing and potentially delivering a CBDC that would be fit for the future. Our shared objective is to ensure that CBDCs would be grounded in long standing commitments to transparency, the rule of law, and sound economic governance. The G7 will continue its work in this important area, working with others to enhance understanding and use of these principles. We're excited to be taking a leading role with G7 members in publishing this exploratory work: bringing money and finance into the 21st century. Dus ja, wat, uh, wat al eerder um, uh, in de vorige uitzending werd verteld. Ze zijn dus echt bezig met het installeren van een totale digitale controle van ons geld. We hebben toen ook gekeken naar uh, Microsoft. Microsoft van meneer Bill Gates. We hebben toen gekeken naar ID2020, het patent ook van Microsoft. Waarin het de bedoeling is om het menselijk lichaam direct te koppelen aan wat ze dan noemen met mooie woorden: de Internet of Things. Maar in ieder geval te koppelen aan de digital currency: de Central Bank Digital Currency als we kijken naar microsoft wat zien we daar dan dan zien we dat dat meneer bill gates met zijn bedrijf er in ieder geval in is geslaagd en dat laat het plaatje hier zien hij is erin geslaagd om in eerste instantie bijna 100% marktaandeel te hebben in de operating systems van de computers in de wereld uh, dat is nu uh, langzaamaan ietsje teruggezakt naar uh, zeg maar 75 procent en dat zie je dan helemaal aan de rechterkant van uh, deze grafiek. En vorige keer hebben we ook gekeken naar wie zitten er nu eigenlijk achter Microsoft en daar kwamen we uit bij een drietal investeringsmaatschappijen: Vanguard, BlackRock en State Street. En in die investeringsmaatschappijen, daar heeft uh, meneer Gates dan ook weer zijn, uh, uh, ja, zijn uh, vermogen ondergebracht vanuit zijn uh, Bill en Melinda Gates Trust Company. Als je gaat kijken naar dit uh, overzicht, um, uh, dan zie je dat het aandeel van uh, Mac, uh, uh, Apple Mac uh, Operating System, dat dat wat groeiende is over de afgelopen jaren. Um, maar ook dat is een bedrijf. Als je daar weer gaat kijken bij Google Finance, dan kom je er ook daarachter dat Apple ook in eigendom is van diezelfde drie uh, Vanguard, BlackRock en State Street investeringsmaatschappijen. Dus het maakt eigenlijk niet uit um, uh, wie of hier um, uh, nu de totale macht heeft over, uh, over het gebruik van computers en de opera operating systems van de computers. Want het zijn altijd weer die drie partijen. Dus met andere woorden, meneer Gates die heeft het mooi voor elkaar gekregen met zijn Microsoft-onderneming. Uh, om de hele wereld, inclusief alle regeringen. Aan het infuus te hebben um, van operating system gebruik. Dus alle computers in de wereld, die zijn uiteindelijk bij één uh, partij uh, in eigendom. Of bij drie partijen. Maar het is de vraag wie dan in die drie partijen zit. Nou, daar zit onder andere Bill Gates, zit daar zelf ook weer in. Ik ga even naar een, uh, een volgende. Want als we nou toch kijken naar uh, meneer Bill Gates. Dan heeft hij eigenlijk met, zijn, met de opbouw van zijn hele uh, netwerk. Um, daar heeft hij ook in de afgelopen twintig uh, jaar heeft hij heel hard gewerkt om totale controle te krijgen over uh, ons gezondheidszorgsysteem. Ik heb dit overzicht de vorige keer ook al laten zien. En daar zit uh, de Bill en Melinda Gates Foundation, die zit daar in het midden van het web. En ja, daar hangt ook Intravac aan en daar hangt ook Beeldhoven Biologicals aan en het RIVM, de Wereldgezondheidszorg, de Wereldgezondheidsorganisatie, CAVI, het World Economic Forum, het Purbright Institute, die een patent heeft op corona, ID2020 en Microsoft. Het hangt hier allemaal aan elkaar. Met andere woorden... Je ziet hier ook uh, dat uh, meneer Bill Gates, ook voor wat betreft uh, gezondheidszorg wereldwijd, heeft uh, voor elkaar gekregen dat hij een total control heeft over de gezondheidszorg. Onder dit uh, uh, plaatje, daar zie je nog een. Uh, een link staan. Uh, we zullen in de, uh, in de beschrijving onder de video. Daar zullen we ook een link plaatsen naar deze uh, PowerPoint-presentatie. Die kan je daar downloaden. Klik dan maar eens op, um, op deze link die hieronder staat. En dan zie je een. Uh, uh, een uh, portfolio van, uh, van meneer Bill Gates uh, waar hij uh, zijn, uh, uh, ja, zijn investeringen in heeft gedaan. En het is ook niet voor niks dat hij op een gegeven moment zegt: van ja, uh, het is een hele goede uh, investering, uh, want het uh, levert mij een uh, rendement op investering van 1 op 20 op. Het is niet alleen in uh, computer uh, total control en uh, gezondheidszorg total control. Maar als we nog weer verder gaan, dan zien we dat die ook bezig is met totale controle te verkrijgen over landbezit. In Amerika is het zo dat die inmiddels al meer dan 40% van alle landbouwgronden. In eigendom heeft. Um, het is niet alleen in Amerika dat hij um, allerlei uh, landbouwgronden um, uh, heeft, um, naar zich toe heeft gehaald. Het is ook in andere continenten. Um, en als we dan gaan kijken. Bijvoorbeeld, hier is een, uh, een document dat is, um, uh, van zijn bedrijf AgOne. En dat gaat ook over. Recolonization of agriculture. Nou, dat, is, dat laat ook duidelijk zien dat hij daar bezig is om het herkoloniseren van de agrarische sector. Daar blijft het niet bij, want ook op het gebied van voeding. Is die bezig om totale controle te hebben over alles wat maar met onze basisvoeding te maken heeft? En ik heb hier een overzicht. En als je dan gaat kijken naar de rode stippen, dan zijn dat allemaal chemiebedrijven. Bijvoorbeeld hier hebben we Bayer. En je snapt het al: wie of de eigenaren zijn van Bayer, dat zijn opnieuw die drie bedrijven die ik al eerder noemde: Vanguard, BlackRock. En State Street. Alle blauwe bedrijven die hier staan, dat zijn allemaal bedrijven, dat zijn zaadhandels. En je ziet, hè, hier zit bijvoorbeeld um, uh, Monsanto en wat er allemaal om Monsanto heen zit. En als we verder gaan kijken, dan zien we ook hier aan deze kant dat de hele zadenhandel van onze voeding. Van onze wereldvoeding zit allemaal geconglomeriseerd. Uh, BASF, we zien hier Chem, China en Sintega. En we zien hier dat alles rondom de chemie um, ge 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 geclusterd is: Dow Chemicals, Corteva, DuPont. En die hebben allemaal de totale wereldzadenhandel uh, de controle over. En wederom dezelfde mensen. En hoe krijgen ze dat nou voor elkaar? Hoe, um, uh, hoe kan het nu dat, uh, dat de hele gezondheidszorg en um, al het onderzoek wat gedaan wordt in de gezondheidszorg, dat dat allemaal um, aan zo'n uh, uh, zo persoon of aan zo'n uh, organisatie van zo'n persoon uh, wordt gehangen? Nou, dan gaan we maar eens even kijken naar uh, hoe ze dat dan inrichten. Hè, meneer Gates die heeft uh, de Bill and Melinda Gates Foundation opgericht. <coughs> en wat doet die Bill and Melinda Gates Foundation nu? We zoomen even in en dan ga je hier kijken naar hoeveel zogenaamde filantropie doet deze uh, stichting. Nou, je ziet hier al dat de uh, Verenigde Staten, dat daar uh, 43,5 miljard in wordt geïnvesteerd aan totale filantropie. Uh, um, ook Nederland staat erbij. We zullen even kijken. Hier staat Nederland bij. Um, uh, die krijgt dus in totaal van uh, de Bill en Melinda Gates Foundation 422,5 miljoen. Als je dat in detail gaat bekijken, uh, waar dan al die uh, filantropische bijdragen aan worden geleverd, dan kun je zien dat um, alle partijen die momenteel een rol spelen in het hele corona gebeuren, uh, dat die allemaal gefund worden door de Bill en Melinda Gates Foundation. Dan heb ik het over alle academische ziekenhuizen waar onderzoek gedaan wordt. Dan heb ik het over um, uh, de media, uh, de journalistiekorganisaties, um, uh, de mediaorganisaties en, en ook um, de uh, policy-vormende organisaties in Nederland. Uh, die krijgen allemaal uit die pot van meneer Gates krijgen ze geld. En het is natuurlijk zo dat op het moment dat je. Vandaag een hoop geld krijgt van een stichting om bijvoorbeeld onderzoek te doen, dan ga je morgen niet heel vervelend tegen die organisatie doen. Want ja, dan kan voor de volgende, het volgende onderzoek jouw funding wel eens een keer achterwege blijven. Maar je ziet hier dus ook, bijna 5 miljard wordt er uitgegeven aan Gavi, de World Health Organization, 3,4 miljard. Uh, daarmee is uh, de Bill en Melinda Gates Foundation zo'n beetje de grootste financier van de Wereldgezondheidsorganisatie. En zo krijgt een niet-arts en niet-medicus een totale controle op alles wat maar met gezondheid te maken heeft. Nou, als we hier nog even verder kijken, dan zie je in de laatste kolom: zie je ineens ook. Behalve gezondheidszaken zie je enorm veel gender equality zie je daar verschijnen. He, dus ja, um, veel mensen die uh, denken van waar komt dat hele verhaal van gender uh, nu ineens vandaan? He, alsof wij uh, in een, een maatschappij leven uh, dat wij uh, mannen, vrouwen, homoseksuelen, um, uh, dat we die allemaal niet erkennen en dat we daar nog steeds een probleem mee hebben. Dat is al lang niet meer zo, maar er wordt wel heel erg op gestuurd. He, dus, onze maatschappij wordt met de funding, wat je hier allemaal ziet, <coughs> enorm gestuurd in richtingen. Ja, waar de gemiddelde Nederlander helemaal niet om gevraagd heeft. En wat ook helemaal niet noodzakelijk is. Ik heb um, in de presentatie heb ik ook nog uh, deze link opgenomen. Daar moet je maar eens op gaan kijken. Want um, uh, dat is een, uh, daar zit een document achter van 169 pagina's waar de enorm wereldwijde netwerkenstructuur, en het is echt niet te geloven: 169 pagina's van netwerkstructuren, waar meneer uh, Bill Gates met zijn foundation helemaal als een spin in het web zit. Dus ik, um, ja, ik ben verder gaan nadenken van. Ja, die, die meneer Gates, wat, wat is dat nu voor een mens? Hè? Uit welk nest komt hij nu? En dan ga ik kijken naar zijn voorouders. En dan kijk ik naar uh, zijn vader en moeder. En die zie je hier afgebeeld. En als je gaat kijken naar de activiteiten van uh, de mensen. Uh, waaruit hij geboren is en uit welk nest hij komt. Ja, uh, Bill Gates, zijn vader, dat was een ras eugenics en um, die heeft daar heel veel in de uh, eugenics ideologie, waar ik zo iets meer over ga vertellen en waar ik wat van de historie ga vertellen, um, is die daar altijd zijn hele leven heel actief in geweest. En zijn moeder, die was actief in Planned Parenthood. En wat is nou Planned Parenthood? Nou, dat is een uh, organisatie die um, abortus uh, graag stimuleert. Ik ga um, in, um, in het vervolg van mijn presentatie van vandaag, ga ik graag in op dat onderwerp van eugenics. Want wat is dat nu eigenlijk, dat eugenics? Het is een uh, ideologie... En die is uh, bedacht door meneer Sir Francis, Francis Galton. En meneer Sir Francis Galton was een neefje van Darwin, Charles Darwin. En we kennen allemaal wel de evolutietheorie van meneer Charles Darwin. Darwin die was in zijn onderzoek, hè, ook een wetenschapper, was in zijn onderzoek vooral bezig met het vastleggen van, uh, um, ja, van het dierenrijk en, uh, en ook wel in het plantenrijk. En ook om daar te kijken van hoe is nu de genetische ontwikkeling uh, van uh, bepaalde rassen. He, en uh, ja, uit die, uh, uit die uh, evolutietheorie, daar kwam ook uiteindelijk naar voren dat uh, ja, vanuit de, geneal, uh, de genetische achtergronden van het menselijk ras, uh, dat we wel zouden moeten afstammen van de apen. Nou, meneer Kelten, die, um, uh, die leefde zo rond uh, 1850. En um, ja, die... Uh, die is eigenlijk verder gegaan op uh, de studies van zijn, uh, uh, van zijn oom. Um, en die betrok dat juist heel erg op, uh, uh, op het menselijk ras. En om te kijken wat nou de genetische ontwikkeling is, maar ook wat de mogelijkheden zijn om die genetische ontwikkeling, om die te beïnvloeden en om rassen te verbeteren. Nou, en hij uh, bedacht uiteindelijk een ideologie, en die ideologie die, uh, heeft op enig moment, toen de American Breeders Association werd opgericht, heeft hij een, uh, een aantal doelstellingen heeft hij geformuleerd binnen die eugenics-ideologie. Als eerste was het om te definiëren wie zijn nu eigenlijk de waardevolle leden van de maatschappij. En die moeten dan ook aangemoedigd worden om zich te reproduceren. Uh, punt 2. Wie zijn de niet-waardevolle leden van de maatschappij? En die moeten ontmoedigd worden om zich te reproduceren. En dan zie je dat er ook een doelstelling is om het mixen van rassen onmogelijk te maken. En het reduceren en beperken van de populatie in de wereld. Op enig moment was er een meneer Charles Davenport. En Charles Davenport die kreeg, um, toen hij reisde door Europa, kreeg hij een ontmoeting met Sir Galton. En dat was meneer Charles Davenport, die jullie hier ook zien. En uh, die um, uh, was ontzettend aangesproken, voelde zich ontzettend aangesproken door, uh, door de, uh, het wetenschappelijke werk van Sir Kelton. En hij ging daar verder mee aan de slag, ook binnen die American uh, Breeders Association. Nou, dat zegt het al, hè, breeders, broeden, hè, dus uh, daar werd heel erg uh, gekeken naar, ja, wat zijn nou eigenlijk de juiste rassen en wat zijn nou de, de niet juiste rassen? En hoe kunnen we dat zodanig beïnvloeden dat er, een, uh, ja, dat er een zuiver ras, een zuiver mensenras kan worden gemaakt? Uiteindelijk is het zo dat uh, Charles Davenport in Amerika aan de slag gaat en probeert om voor zijn onderzoek en voor zijn werk Funding te krijgen. En hij organiseert dan onder andere um, ja, uh, grote bijeenkomsten van wat op dat moment, en we praten hier over eind 1800, wat op dat moment de meest succesvolle families waren in de Amerikaanse maatschappij. He, we hebben het dan over de Carnegie-familie, over de Rockefeller-familie, de Harrymans. En de Kelloggs. En die uh, succesvolle bovenlaag, die elite van de Amerikaanse maatschappij, hè, Rockefeller, die was ontzettend rijk geworden met, uh, uh, met de handel in olie. Um, uh, Carnegie, die was vreselijk rijk geworden met, uh, uh, met staal hè, vanuit de staalindustrie. En dan zie je dat op een gegeven moment ook bij, uh, bij deze mensen, en dat uh, wordt ook heel erg zo aangewakkerd door uh, meneer Davenport. Uh, ontstaat er het idee van: ja, uh, wij, wij als upper class van deze maatschappij, wij zullen toch ons ras en onze bloedlijnen moeten gaan beschermen tegen alles wat daar aan gevaar binnenkomt. Um, uh, vanuit uh, de immigratie. Je moet je realiseren dat er in die tijd een enorme immigratie was vanuit Europa naar Amerika. En dat daar van alles tussen zat. Hè. Dus uh, er waren Oost-Europeanen bij, uh, er waren Zuid-Europeanen bij. En uiteindelijk was het zo dat er scheepsladingen vol met uh, immigranten naar Amerika uh, kwamen. Want ja, Amerika was toch het land van de onbegrenste mogelijkheden. Maar inmiddels had zich daar in die maatschappij een upperclass-elite um, gevormd. En die wilde graag. Um, en daardoor aangemoedigd door Charles Davenport, um, wilde die graag hun bloedlijnen zuiver houden. Dan Ontstaat er een moment dat de Carnegie's en ook Rockefeller, die inmiddels de Rockefeller Foundation had opgericht? Hè, want je moet je begrijpen, deze mensen die hadden allemaal in die tijd, uh, hadden ze heel goed door um, uh, hoe of ze hun geld het beste konden laten renderen. Uh, grappig is wel om te vermelden dat um, de uh, adviseur van. David Rockefeller, die je hier aan de rechterkant ziet, dat uh, dat, dat een voorvader van Gates was, hè, van Bill Gates. In ieder geval was het zo dat meneer Davenport, uh, die kreeg um, een enorme donatie van de Carnegie's en van, uh, en van de Rockefellers uit hun respectievelijke foundations, dus hun stichtingen, om het eugenics... Record Office op te richten. Dat werd gedaan in het plaatsje Cold Spring Harbor. Daar werd een stuk land aangekocht en daar vestigde zich het Eugenics Record Office. Record, dat is vastleggen. Ook toen al was het, was het bewustzijn daar dat het heel belangrijk was om data vast te leggen, data van genetica. He, dus vandaar het Eugenics Record Office. Daar werd een, uh, uh, dat gebeurde overigens in uh, 1910. Daar werd een directeur aangesteld en dat was meneer Harry Laughlin. Hij was uh, directeur. Um, hij was ook aangesteld op enig moment als expert uh, Eugenics Agent van de Immigration and Naturalization Committee. He, dus daar kreeg hij ook een overheidsfunctie. En hij ging ontzettend aan de slag met het beïnvloeden van een wetgevingsproces. Hij was zelf ook een, uh, een wetenschapper en hij, uh, uh, hij heeft ook boeken geschreven. En uiteindelijk, door zijn lobbywerk, uh, werd er, uh, werden er quotas ingesteld voor uh, uh, de immigratiestroom vanuit Europa. En hij heeft het ook voor elkaar gekregen om in die tijd een sterilisatiewet erdoor te krijgen. Die sterilisatiewet uh, die, uh, werd ingevoerd naar aanleiding van zijn lobby uh, bij de Senaat. Uiteindelijk kreeg hij in 1933 kreeg hij ook een coöperatie met het Duitse Eugenics. Uh, Gesetz zur Verhütung erbkranken nachwuchses. Dat betekent zoveel als de wetgeving rond het voorkomen van um, uh, genetische uh, ziekten uh, van ons nageslacht. Dat was. Een van de eerste uh, tekenen in de, in, de, uh, in de Duitse maatschappij van destijds, die al uh, gingen in de richting van wat er ook later gebeurde in de oorlog. En hij heeft ook altijd gestreefd naar een wereldregering. En dat was de New World Order. En hoe ging dat nou? Nou, dan waren er Senaatscommissies en dan uh, ging meneer Lavelin, die ging daar uh, vrolijk um, uh, uitleggen aan uh, de, uh, de Senaatsleden uh, wat dan de bedoeling was. En um, hij verzon toen ook een term voor mensen die dan niet helemaal voldeden aan het perfecte plaatje van... Uh, uh, van het, het juiste ras, wat zich dan ook zou mogen voortplanten. En de mensen die daar dan niet aan voldeden, die werden dan feeble minded genoemd, oftewel zwakzinnig. Daar werd een lijstje opgesteld, en dit lijstje is toen ook in de wetgeving gekomen. Hè? En dat hield dus in, die wetgeving, dat die mensen die dus. Uh, een, van de, een of meerdere van deze punten euh, aan die punten voldeden, dat die moesten worden uitgesloten van reproductie. En toen ontstond er ook de eerste Sterilization Act. En daarmee, hè, dus dat is de wet, de sterilisatiewet, waarmee de overheid euh, afdwong dat bepaalde mensen zich moesten laten steriliseren. En daar uh, waren honderdduizenden mensen het slachtoffer van in die tijd. We praten over de jaren dertig. Wat waren dat dan voor mensen? Zwakzinnigen, zwakbegaafden, krankzinnigen, inclusief psychopaten, criminelen, eigenzinnige, Eigenzinnigen dus ook. Hè? Dus uh, kijk even naar je eigen wakkere staat, dan ben je dus wel eigenzinnig. En ben je een kunstenaar, nou dan ben je ook eigenzinnig. Epileptici, alcoholisten en drugsverslaafden. Binnen het uh, eugenics-ideologisch uh, genootschap is een grote mate van, um, uh, van uh, afkeer uh, van alcoholisme. Maar die moesten zich ook allemaal laten steriliseren. De zieken inclusief tuberculose, syfilis, leproos, et cetera, blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden, misvormden en mismaakten en de afhankelijken. Afhankelijken, waarvan afhankelijk? Nou, van sociale steun, van sociale um, uh, uitkering. Wezen, zwervers, paupers, vagebonds, leeglopers, die vielen daar allemaal onder en die moesten zich dan laten steriliseren. Nou, dan kijken we naar um, eind, jaren, uh, eind jaren 30 van de vorige eeuw. En wat zien we dan? Dan zien we dat uh, uh, meneer Lovelin, die wordt uitgenodigd bij de Universiteit van Heidelberg. En dit is dan um, uh, van 27 tot 30 juni 1936. En daar wordt hij uitgenodigd bij de Universiteit van Heidelberg. En daar krijgt hij ook een eredoctoraat. Want was, ze waren daar in Duitsland ook binnen, het wetenschappelijke, binnen de wetenschappelijke stand. waren ze ook heel erg bezig met, ja, met de uh, genetische uh, uh, verbetering van het menselijk ras. Nou, we kennen dit allemaal. Um, waarbij mensen werden opgemeten. Uh, mensen, um, ja, werd bekeken of ze uh, alcoholist waren. Um, hoe moet je eruit zien als je wel tot het juiste ras behoort? En hoe zie je eruit als je niet tot het juiste ras behoort? En daar staat dan ook onder... Two feeble-minded cretins. Dus ja... Uiteindelijk krijgen we in Duitsland krijgen we ook het gezet, eh, gezets, de wet, zur Verhütung erbkranken, nachwuchses. Wir stehen nicht allein. Nee, want er waren vele landen die allemaal bezig waren met die eugenics. Op de universiteit van Heidelberg, daar was ook Otmar Baron von Frasuur was daar actief. En die deed daar ook heel erg zijn best om, uh, ja, om ook met de genetica van de, uh, van de mens aan de slag te gaan en daar te bepalen wie wel en niet tot het juiste geslacht behoorde om zich te mogen voortplanten. En als we dan gaan kijken wat daar dan uit voortkomt. Dan is dat. deze meneer. En deze meneer is Jozef Mengele. En Jozef Mengele, die was de kamparts van het concentratiekamp Auschwitz. En hij was de leerling van professor Otmar Baron von Verzur. Von Verzur kwam uit Gelderland, Nederland, en die had zich gevestigd in, uh, in Duitsland. En nog tijdens de oorlog werd deze professor, Baron von Verschuur, werd toegelaten als lid van de American Eugenics Society. En daar zie je dus heel nadrukkelijk dat er een enorme versmelting is uh, van de ideologie van uh, de, de, eugenics, um, de Eugenics Society en, uh, en de rest van de wereld, feitelijk. Dus deze meneer Jozef Mengele die zat op een gegeven moment op het Kaiser Wilhelm Institute of Anthropology, Human Heredity and Eugenics te Heidelberg. En die werd dan op enig moment kamparts in Auschwitz. Daar had hij, de bijnaam de Engel des Doods. En waarom? Omdat hij daar de medische experimenten uitvoerde op de mens. Met name tweelingen, daar werd veel uh, onderzoek op gedaan. En wat je dan ziet, is dat ook in die oorlogsjaren. Uh, terwijl uh, Mengele bezig was met dat onderzoek, dat hij ook die con connectie met von Verschuur bleef onderhouden. Want von Verschuur die kreeg op zijn uh, Keizer Wilhelm Instituut uh, uh, de bloedsamples van uh, Mengele steeds aangeleverd om verder onderzoek te doen naar de genealogie. Aan het einde van de oorlog is Jozef Mengele die is ontsnapt. Via de Red Lines, de red rat van ratten. En hij vluchtte naar Argentinië. En daar stierf hij pas in 1979, nadat hij daar gewoon al die tijd in vrijheid heeft kunnen leven. Ik ga even niet in op de verdere uh, connecties van Argentinië, maar die zijn er in ieder geval wel. Van Fussur werd na de oorlog niet vervolgd voor zijn betrokkenheid en aandeel in wat daar gebeurd was. Um, en later was het zo dat hij zelfs um, ja, uh, gevierd werd als een uh, belangrijk uh, uh, ja, eugenics-wetenschapper. En zijn zoon werd um, op enig moment ook hoge ambtenaar bij de Europese Commissie. meneer hitler die deze tweede wereldoorlog um, zo gestart was die heeft ook een quote gedaan waarin die zijn uh, bewondering heeft geuit voor het eugenics gedachtengoed en we weten allemaal vanuit die historie uh, dat er um, ja vooral gestreefd werd naar een ubermensch van aries ras um, en dat de rest van de feeble-minded mensen gezien werden als untermenschen. En hij zegt dan ook: ik heb met grote interesse heb ik de wetten en dat doelt hij op de sterilisatiewetten van verschillende Amerikaanse staten heb ik bestudeerd en ja daar, daar ben ik een, een groot bewonderaar van. Nog even verder, um, ik heb hier um, nog wat, uh, wat andere uh, mensen, uh, heb ik hier in dit overzicht staan. En wat zie je dan? Dat bijvoorbeeld een president Roosevelt, een president um, uh, Wilson, um, uh, dat die allemaal behoord hebben tot dat Eugenics-genootschap. Maar ook Churchill. Die staat erbij. Nou, ik zou eigenlijk um, uh, als je deze uh, presentatie downloadt, dan uh, zou ik je uh, willen aanraden om ook even op dit plaatje te klikken. Dan kom je naar een website en dan kan je ontzettend veel achtergronden. Je hoeft hier maar op elk plaatje wat in dit overzichtje staat te klikken en dan zie je weer heel veel um, andere connecties. Maar je zult er versteld van staan hoe wereldwijd vertakt uh, dat eugenicsgenootschap uh, met, met hun ideologie uh, geweest is en nog steeds is. En dat brengt me eigenlijk op een punt dat ik, um, omdat ik uh, vaak hoorde: van ja, maar er, uh, we, we hebben te veel mensen op de aarde. Er zijn gewoon te veel mensen. Ook daar ben ik uh, ingedoken en ik heb. Uh, op de website van populationpyramid.net heb ik eens gekeken naar de wereldbevolking. En uiteindelijk zie je dat die wereldbevolking, mede doordat uh, mensen een uh, wat meer welvaart gaan krijgen wereldwijd, dat het zo is dat er um, een afname van de wereldbevolking zal plaatsvinden vanaf uh, pakken B 2050. En dat is gewoon een hele natuurlijke afname van de wereldbevolking. Daar hoeft eigenlijk helemaal geen um, depopulatie op plaats te vinden. Maar het bracht mij wel bij um, de vraag van ja, waarom, als we nou weten dat nu op dit moment zoveel mensen worden omgebracht, um, feitelijk met uh, de injectiecampagne die gaande is wereldwijd, waarom? Wordt daar niet mee gestopt? En als ik dat dan plaats tegen de achtergrond van het Eugenics-genootschap, ja, dan vraag ik mij af: zit er dan toch waarheid in het opzettelijk verlagen van de totale wereldbevolking? Hè? Dus het verlagen in de zin van aantallen. En dat bracht mij op. De Georgia Guidestones. De Georgia Guidestones die zijn daar uh, neergezet en uiteindelijk door, uh, door omdat uh, de, uh, de man die dit heeft geïnitieerd, dat was Dr. Herbert Kerstin. En die liet zich R.C. Christian noemen. Dat was een uh, eugenics ideoloog. En um, samen met um, meneer Robert Merriman, um, die ook daar vooral heel veel in financierde, hebben ze op een gegeven moment in Georgia um, dit monument. Het is bijna een soort: uh, uh, Ja, wat uh, uh, Stonehenge zou je bijna kunnen zeggen. Hè? Um, maar hier dit monument is in Georgia opgezet en daar staan allemaal teksten op. En een van die teksten is: Maintain humanity under 500 million in perpetual balance with nature. <coughs> Guide reproduction wisely, improving fitness and diversity. Hey, dus wat hier eigenlijk staat als tekst in zo'n in zo'n markant monument wat opgericht is door eugenisten. Ja, hou de wereldbevolking onder 500 miljoen. En in een, uh, in een voortdurende balans met de natuur. Maar hier staat ook, zorg er nou voor dat je de reproductie controleert en doe dat op een verstandige manier. En dan kom ik weer terug bij meneer Bill Gates. Want wat is nu de verbintenis? En als ik dan luister naar meneer Bill Gates. Ja, dan zit daar een overeenkomst in. Want ik heb jullie net alles laten zien en de vorige keer over total financial control en total food control en total computer control. And then I hear Mr. Bill Gates this. zero. This equation has four factors, a little bit of multiplication. So you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to zero. And that's going to be based on the number of people, the services each person's using on average, the energy on average for each service, and the CO2 being put out uh, per unit of energy. So let's look at each one of these and see how we can get this down to zero. Uh, probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. Now that's back from high school algebra, but let's, let's take a look. Uh, first we've got population. Now the world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15 percent. But there we see an increase of uh, about 1.3. Dus ja, wat hier gebeurt. Dat is dat die meneer Bill Gates. Terwijl hij uit zo'n nest komt van eugenics en planned parenthood, van abort abortussen, eh, Dat hij dus heel duidelijk hier aangeeft van ja, we kunnen misschien wel met vaccinaties... kunnen we de wereldbevolking al voor 10, 15 procent terugdringen. Hè? Alsof dat een, uh, een groter goed zou dienen. Een volgende uh, persoon waar ik het uh, over zou willen hebben... dat is deze meneer. En dat is meneer Henry Kissinger. En die meneer Henry Kissinger... Die is al jarenlang is die een, um, een sleutelfiguur in alle opeenvolgende Amerikaanse regeringen, maar ook een raseugenist. Ik heb hier een paar uitspraken van meneer Kissentje um, op een rijtje gezet. Controleer de olie, dan heb je controle over landen. Controleer voeding, dan heb je controle over de mensen. Macht is het beste Afrodisiacum. Als de kudde eenmaal de verplichte vaccinaties accepteert, dan is het game over. Dan zullen ze alles accepteren: verplichte bloed- en orgaandonatie, alles voor het hogere doel. En dan zegt hij, tijdens een Wereldgezondheidscouncil. Wat gaat over eugenics? In 2009, in februari, zegt hij: wij kunnen kinderen genetisch modificeren en steriliseren voor het grotere doel. Ik kom nog eventjes op dit document. En dat is een document, een Nederlands document. En dat gaat dat de titel luidt: Resultaten van de DNA-dialoog. Zo denken Nederlanders over het aanpassen van embryo-DNA. En daar staat dan: In de samenvatting, conclusies uit de dialogen, blijkt dat de meerderheid van de deelnemers. Geen principiële onveranderlijke bezwaren heeft tegen het aanpassen van DNA van toekomstige personen. Met andere woorden, hier zie je ook weer dat onze regering bezig is met het voorbereiden van wat meneer Kiesentje in 2009 al zei. We kunnen kinderen genetisch modificeren en steriliseren voor het hogere doel. Controleer de schaapdenkers en je hebt controle over de kudde. En tijdens die Wereldgezondheidsorganisatie-bijeenkomst uh, zegt hij tegen het publiek. De vaccinproducenten verdienen miljarden. Velen van u in deze zaal zijn investeerders. Het is dus een win-win situatie. Wij dunnen de kudde uit en de kudde betaalt ons voor onze uitroeiingsservices. Laat dat even tot u doordringen, mensen. Ik bedenk dit niet. En wie is dan die meneer Kissinger? Dan gaan we even kijken. Nou, die was al in beeld vanaf president Kennedy, Nixon, Ford en zo verder: Jimmy Carter, Bush Senior, Bush Junior, Clinton, Obama. Trump, ook bij Poetin, ook bij Merkel, ook bij Biden. En uiteindelijk zie je weer de connectie met de rijken der aarde die in die upper class zitten, die hun bloedlijnen willen beschermen. De Rothschilds, de Rockefellers. En daar hebben we ook meneer Bill Gates. En dan ga ik nog even verder en dan zie ik meneer Kissinger ook met meneer Klaus Schwab van het World Economic Forum. Wat was het geval? In zijn jonge jaren, hij was toen 30, ging meneer Klaus Schwab naar Harvard om daar te studeren. En wie was zijn leraar? Henry Kissentje, die daar buitengewoon hoogleraar was. En het is zeer wonderlijk dat een Klaus Schwab, die toen hij 34 was, ineens een netwerk van wereldleiders om zich heen had verzameld om het hele verhaal van. Toen de tijd nog de vierde industriële revolutie en wat later de Great Reset werd, allemaal vorm te geven. En Jouwer, ook meneer Rutte, die heeft zich daar aan verbonden en die wordt daar zelfs getrakteerd op awards, want hij doet zo vreselijk zijn best. En hiermee is eigenlijk, voor wat betreft eugenics, het plaatje wel rond. Maar ik wil toch nog eventjes terug. Naar de oorsprong. En dat is de oorsprong van Cold Spring Harbor, van het Eugenics Record Office van meneer Charles Davenport. Wat is daarvan geworden? Je ziet hier in het linker plaatje, zie je de geschiedenis. Oh, ik zal hem even opnieuw pakken. Dan zie je daar de geschiedenis. Van 1890 en dan zie je aan de rechterkant het Eugenics Record Office, wat dan later Cold Spring Harbor Laboratories wordt: Genetics Research Unit. Cold Spring Harbor Laboratories. Dat is het. En daar is al die jaren lang, vanaf begin vorige eeuw, tot nu aan toe is daar steeds maar doorgegaan om de aloude theorie van wij moeten onze bloedlijnen zuiver houden, om daar aan te werken, aan het genetisch manipuleren van de mens. En ik heb vorig jaar, heb ik, toen, ja, toen ik bezig was met mijn onderzoek, toen dacht ik op enig moment dat mijn hoofd een beetje te klein werd. En toen heb ik wat overzichten gemaakt van hoe zitten die netwerken nu in elkaar. En een van de overzichten die ik heb gemaakt, dat is dit overzicht. Wij staan hier, het volk. De levende mens van vlees en bloed en geest. En we worden getuchtigd met lockdowns, met verplichte inspuitingscampagnes. Eén, twee, booster shot, vierde shot en maar verder. En daar hebben we meneer Bill Gates, met hun en zijn vrouw, met hun Bill en Melinda Gates Foundation. En daar hebben we de ouders van Bill Gates. En aan de rechterkant hebben we de connectie met de Rockefeller Foundation. En met de wereld van genetische manipulatie van onze basisvoeding. Met onze zaadhandels, die ik jullie net heb laten zien. En wat zien we dan hier aan de linkerkant? Daar zien we de historie vanaf meneer Charles Davenport naar het Cold Spring Harbor Laboratories. En daar zien we een connectie. Jawel, meneer Jaap van Dissel, jarenlang bij Cold Spring Harbor Laboratories werkzaam geweest. Mensen, laat dit tot je doordringen. En vergeet niet dat er alles wat er momenteel gebeurt. en de omvang waarmee het gebeurt wereldwijd. dat het allemaal een historische achtergrond heeft. Laten we die historische achtergrond niet vergeten. En ik wil eigenlijk afsluiten met een vraag. Waar wil je eigenlijk bij horen? Ben je een, zoals het genoemd wordt door de eugenisten. een kuddedier? En een schaapdenker? Het wordt gewoon gezegd, hè? Over ons mensen. Of ben je een vrijdenker? En ben je een vrij mens en een voorvechter van vrede en harmonie? Lieve mensen, het gaat erom: welke toekomst geven wij aan onze kinderen? En wie wil jij zijn in de tijd van nu? Waarin alles onder druk staat. Waarin onze vrijheden worden afgenomen. Waarin er duidelijk sprake is van een historisch perspectief en een masterplan. Het ligt in onze handen welke wereld onze kinderen en kleinkinderen zullen gaan krijgen. Ik dank jullie wel voor je aandacht. Tot de volgende keer.